van harte welkom op het allerleukste YouTube en podcastkanaal voor ondernemers, 7D-TV. Leuk dat je kijkt of luistert. Op een andere manier naar een bestaand product kijken en dan op die manier tot een lumineuze innovatie komen. Zo'n innovatie waarvan je denkt, damn, waarom heb ik hem zelf niet verzonnen? Nou, dat gaan we nu zien en horen op 7D-TV. Heel leuk dat je kijkt of luistert. Bij mij in de studio Eliane Koetsier. Van harte welkom, Eliane. Vertel, wat is het product waarop jullie geïnnoveerd hebben? Eigenlijk is het een fietslichtje. En dat hebben we ontwikkeld in onze studententijd in Delft. En dat fietslichtje is eigenlijk heel simpel. En dat is misschien ook juist wel het mooie van het idee dat het zo simpel is. Maar het is een lichtje wat dus niet naar de weg toegekeerd is, maar naar de gebruiker. En wat je dan dus, waar dat resulteert, is dat je dus eigenlijk jezelf verlicht in plaats van het kleine spijkerlichtje wat je naar de weg toe laat. Terwijl alles toch al eens een beetje verlicht is. Precies, zeg maar. Ja. Nou ja, en door jezelf te verlichten, herkennen jou mensen jou als mens. En het gaat dan eigenlijk vooral om je benen. En door die trapbeweging, wat ook wel biomotion wordt genoemd, zien mensen jou als een mens en ben je herkenbaarder op de fiets. En zal mensen dus veel veiliger kunnen reageren in het verkeer. Het ligt naast je, hè? Ja, dus het is een klein dingetje. Ja, het is een klein dingetje inderdaad. Kun je me aandoen? Ja, zeker. Geen idee wat dat zo'n effect is op de camera. Ja, ja, maar het is een lampje wat inderdaad hier gewoon drie verschillende standen heeft. Die is op je benen wordt gericht. En zo de zoen dus eerst. Dus hij zit aan de stang, zeg maar aan de voorstang van de fiets. Ja. En hij richt zich schuin naar beneden. Precies. Op je been. Ja, dus eigenlijk echt letterlijk zoals dit. Dus zeg maar deze afstand kom je dus op je benen gericht. En ook echt alleen op je benen. Want je hebt natuurlijk heel veel verkeersdeelnemers. Die moeten niet van het lichtje. Die willen niet in het lichtje kijken. Ja, en daarnaast is het natuurlijk wel ook belangrijk dat je jezelf niet in het lichtje kijkt. Dat hebben we allemaal met de 3D-printers en ditjes en datjes en duct tape hebben we dat in de ontwikkelfase uitgeprobeerd. Hoe kom je op zo'n idee? Ja, dat is een lang verhaal, dat zou ik niet willen zeggen. Lucy, mijn compagnon, ja. Die heeft er in haar studietijd heeft ze een project gehad. En eigenlijk is daar is de vraag geweest van hoe kunnen we het verkeer veiliger maken? En dat ging eigenlijk vooral om een vraagstuk in Amerika was dat. En daar is het al helemaal zo dat er fietsers rond de schemertijd gewoon tussen de auto's door. En dat is een stukje gevaarlijker. Mm. En toen was de vraag van wat kunnen we daaraan doen? En uit dat oogpunt heeft Luus bekeken van hoe kan je nou de mens centraal zetten? En toen hebben ze eigenlijk het fenomeen jezelf in de spotlight zetten. Wat een artiest op het podium natuurlijk ook doet. Ja. Dat toegepast en eigenlijk met het concept jezelf zichtbaar maken. Ze heeft Lucy mij erbij gevraagd, omdat ik industrieel ontwerper doe. Ja. Dus trouwens ook, maar die is wat meer van de, echt het kleine stukje bedenken. En toen hebben we samen in Delft bij een Yes Delft, een soort start-up incubator, hebben we een programma gevolgd om een business idee op te zetten en om te kijken van wat zijn de volgende stappen die we moeten doen. En zo is het balletje gaan rollen. Ben ik er ook op afgestudeerd. En nu zit ik hier al 2 jaar later. En je bent niet de eerste. Er is veel media aandacht, veel prijzen en zo gehad. Dus blijkbaar slaat het aan. Blijkbaar slaat het aan, ja. Ja, slaat het ook commercieel aan? Want hoe ver zijn jullie? Ja, we hebben nu 3000 stuks geproduceerd. Waarvan er nu 2900 zijn verkocht. Dus dat is, er staat nog een klein doosje bij mij thuis die we op de post moeten doen. Ja. Dus dat zou je wel kunnen zeggen als een eerste geslaagd jaar. Wat kost die? Hij kost nu in de winkel €23,99. En dat is wel opgebouwd uit een prijs waarvan we in ons eerste jaar heel erg zijn bezig geweest met het sociaal ondernemen ook. Kijk, we produceren hem bij de sociale werkplaats. Alle onderdelen komen uit Nederland. Het is voor ons ook echt een leerproject geweest en vooral ook dus niet heel erg op de kosten drukken, niet alles uit China gehaald. Mm. En zo mag je blij zijn. Ja. Als je kijkt naar de wereldwijde mondiale problematiek op dit moment. Zeker. Wij hebben ook inderdaad een paar onderdelen. Je ontkomt er niet aan om bijvoorbeeld zo'n chip. Die zijn uiteindelijk komen toch ook uit China. Yeah. En ik denk inderdaad de dag voordat wij, of in ieder geval de dag nadat wij die dingetjes besteld hadden, was die prijs in één keer van die chip die eigenlijk maar 10 cent was, gestegen naar $6. Dus toen was het, Was de business case naar de klote geweest. Ja, want we hadden al onze crowdfunding opgezet. Dus we moesten al onze backers gaan
Nou, echt gaan leveren. Tenminste, dat hebben wij beloofd. Hackers, dat zijn mensen die via crowdfunding hebben gezegd... Ja, doe mij eens maar zo'n ding. Ja, eigenlijk een beetje de early adopters inderdaad van het concept. Want hoe werden jullie studeren allebei? Tenminste, in het begin, hè, jullie waren allebei aan het studeren. Je hebt op een gegeven moment zo'n aha-ding. En op een gegeven moment, ik kan me voorstellen, heb je zo'n ideetje. En dat suddert dan. En op een gegeven moment, voor je het weet, is het in één keer echt. Dat lijkt me kicken. Ja. Op zich. Maar wat is dan... het moment geweest dat jullie met z'n tweeën hebben gezegd van wacht even, hier zit meer in en hier moeten we echt business-wise mee aan de slag? Ja, ik denk dat het moment enigszins geleidelijk is gekomen, maar ik denk dat het wel een heel groot punt is geweest, in ieder geval wat als ik nu terugkijk naar het hele proces, is we zijn toen inderdaad naar Yes Delft gegaan, zoals ik vertelde, en dan zit je nog inderdaad een beetje in de spelende fase van leuk om een business-idee eraan te hangen, maar het kan nog alle kanten op dan. Yeah. En toen hebben we aan de patentenwedstrijd meegedaan, ook vanuit Yes Delft. Yeah. En die hebben we toen gewonnen. En dan zit je in één keer af van, een patent, dat is spannend. En dat wordt wel serieus dan, want dat is hartstikke duur normaal gesproken. Yeah. En die hebben we gewonnen. En toen voelden we wel een beetje de druk van, dat moeten we wel. En toen zijn we eigenlijk, toen hebben we nog een soort van eikpunt gehad. Want toen hebben we een crowdfunding opgestart. En toen hebben we ook heel duidelijk tegen onszelf gezegd, als we onze streef niet halen, dat was voor ons 35.000 euro... dan stoppen we ermee, dan is het klaar. Dan hebben we, dat is gewoon een validatiefase voor ons geweest van, is er animo voor het product? Yeah, yeah. En die hebben we toen gehaald. En toen was het wel van, oké, nu hebben we geld, we hebben een patent. Nou moeten we wel. Ja, precies. Er zijn heel veel studenten ook die kijken naar 7DTV, jong publiek. En ik ken dat volk een beetje. En er zitten er heel veel tussen die denken, ik wil heel graag ondernemen, maar ik heb geen idee. heb jij een tip voor die mensen hoe je aan goede ideeën komt? Er zijn heel veel platformen waarop bijvoorbeeld mensen die echt een goed idee hebben... maar bijvoorbeeld een partner zoeken om het samen mee te doen. Dat je naar van die borrels gaat. Dat je dus inderdaad wel als ondernemer en degene bent die daar echt kracht achter wil zetten. En daarnaast, als je dan inderdaad toch echt gaat zoeken naar een goed idee voor jezelf, dan zou ik eigenlijk beginnen met vraagstukken van wat er bijvoorbeeld in jouw eigen leven aan ongemak. Hè, dat is natuurlijk heel erg het ontwerpstukje wat ik mee heb gekregen vanuit studie. Mm-hmm. Ga zoeken naar dingen die beter kunnen, waar je jezelf aan irriteert of waarvan je ziet dat mensen zeg maar mee struggelen. En daar vanuit dat oogpunt gaan onderzoeken wat zijn de mogelijkheden die je daar eventueel uit zou kunnen halen. En dan heb ik dat idee. Hoe hebben jullie die eerste stappen tot... Ja, je moet op een gegeven moment toch zo'n ding maken en een prototype. Hebben jullie er spaargeld ingestopt of vanaf dag 1 met ander geld gewerkt? Hoe hebben jullie dat gedaan? Een combinatie van. We hebben er inderdaad wat spaargeld van onszelf ingestopt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld bij de TU Delft kan je een start-up voucher aanvragen van 2.500 euro. En dan kom je er wel een klein beetje mee uit de voeten. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk zo'n klein stukje van van de hele berg met geld die we bij elkaar gesprokkeld hebben. En in het begin hoeft het ook allemaal niet zo heel erg duur te zijn. Wij hebben in het begin, we hadden die 3D-printer. En met heel veel lampjes van de HEMA en van de Decathlon, alle grote giganten hebben we gewoon uit elkaar gehaald. Een beetje gaan ducttapen en dan het concept wat vergroter maken. Ja. En eigenlijk zijn we die crowdfunding gestart met echt, zo'n lullig dingetje. Maar meer het concept zo was... van in elkaar gehackt. Precies. En dan hadden we een filmpje gemaakt. En dan, dat was genoeg op dat moment. En daarna, eigenlijk pas na de crowdfunding... zijn we echt door gaan ontwikkelen. En toen zijn we ook wel gaan zoeken... bijvoorbeeld naar wedstrijden waar geld te verdienen valt, zeg maar. Ja, daar heb je ook wel het een en ander ook gewonnen, hè? Ja. Hey, en is het zo dat productieproces, hè, dat ooit was het inderdaad zo dat het een soort van de opstartkosten heel erg duur waren. Ja. Daarna kun je goedkoop produceren. Tegenwoordig heb je 3D-printen en zo. Ja. Is dat al zover dat je vrij makkelijk gewoon die dingen kan produceren? Of is het nog steeds een beetje de ouderwetse methode? Ja, je kan wel verschillende kanten op. Je kan bijvoorbeeld inderdaad, want dit productje wordt dan gemaakt met een behuizing. Dat is zeg maar het zwarte wat je ziet. Yeah. En die behuizing wordt wel in een mal gemaakt en die mallen zijn duur. En die zou je bijvoorbeeld kunnen 3D printen. Maar dan kom je niet, zeg maar, stel je zou je mal uit een 3D print mal maken, dan is het allemaal niet zo nauwkeurig. En stel je zou je product in zijn geheel 3D printen, dan wordt de kostprijs heel hoog. Ja, ja. Dus het is natuurlijk altijd een afweging van ga je voor heel veel stuks, maak je het goedkoper, of ga je voor heel minder stuks en wordt de prijs relatief een stuk duurder. Mm-hmm. Dus dat is een afweging die je maakt.
En voor ons eerste jaar hebben we dan relatief goedkopere mallen, nog steeds best duurder, voor investeringskosten gedaan. Omdat we eigenlijk al toen wisten van dit wordt een eerste jaar waarin we vooral gaan uitvinden wat vindt de klant en wat komt er aan feedback binnen. Precies. En het zal nooit, zeg maar, er komt een versie 2. Dus ja. Dat is iets waarvan je dan zonde is om helemaal te gaan investeren in je hele productieproces. Waar staan jullie nu met z'n tweetjes? Hebben jullie zeg maar een bedrijfje opgericht? Ik schat zomaar in dat je er nog geen dik salaris uit kan halen. Want het doet een snelle rekenaar. 3000 oplagen voor 25 euro'tjes kun je uitrekenen. Ja, ja, ja. Vertel eens, waar staan jullie nu? Ja, nee, ik kan er inderdaad nog niet enorm van lekker op vakantie. Zeker nee. Niet zelfs. Alles wat we verdienen gaat weer terug in het bedrijf. We hebben dus nu de eerste 3000 stuks verkocht. Eigenlijk is het onze eerste pilotjaar waarin we gezien hebben van dit zijn de, we hebben net toevallig ook een nieuwsbrief eruit gestuurd en daar komen feedback op van mensen en dat is eigenlijk heel waardevol voor ons tweede jaar. En we zijn nu eigenlijk op de splitsing van hoe gaan we ons tweede jaar inrichten met alle nieuwe inzichten die we hebben gekregen. Zijn we eigenlijk van plan of in ieder geval zijn we nu in gesprek met een aantal grotere partners. Ook zeg maar in de productiekant, maar ook in de fietsenbranchekant. Zouden het heel erg leuk vinden om met ons het tweede jaar te gaan in te gaan. En dan kan je ook wel echt denken aan grotere productieteams en betere oplagen. En dan gaat de kwaliteit omhoog. En ook zeg maar, wij doen nu alles met z'n tweeën. Je moet even, als in mijn kamer hebben we met z'n tweeën lopen inpakken en alle back-office dingetjes doen. En dat gaat dan gewoon wat groter worden aangepakt, waardoor we ook wel moeten gaan denken aan dit zal waarschijnlijk van 3000 stuks wel naar veel meer gaan. Dus ja, we zitten precies. Nu op een beetje op een tweesplitsing van Zimi 2.0 zijn we eigenlijk nu achter de schermen mee bezig om te ontwerpen. Maar ik kan me ook voorstellen als je dan bij een, weet ik veel, bij een whatever, wat de fietsmerk ook is, dat zij op een gegeven moment ook zeggen van ja, weet je, daar gaan we geen apart, met alle respect, zeg maar twee jonge vrouwen die daar eens met zijn lampje bezig zijn. Huppakee, integreren die handel en meteen groot maken. En dan maken we er gewoon een gezellenproduct van of Giant of weet ik veel wie het is. En klaar is Kees, huppakee, hebben die handel en bedankt gaan, en gaan. Ja, zeker. Die snap ik wel. Maar ik denk ook wel dat onze kracht van ons hele idee ook het verhaal erachter is. En dat wij dat als, hoe je dus ook het ontwerpen en het innovatieve stukje, dat ze dat ook leuk vinden. En daarnaast hebben wij natuurlijk alle data van alle kleine, zeg maar, bijvoorbeeld de richtingshoek en waar die het beste kan zijn. Al die kennis, data hebben wij. En alle feedback van de klanten hebben wij ook. Dus dat is eigenlijk waar we nu onze kracht in zit. En daarnaast kunnen we ons ook nu wel enigszins gaan onderscheiden met alle awards die we gewonnen hebben. Dus wordt het ook wel een stukje serieuzer. Wat wil je zelf? Zeg maar, wat zijn, als je nou, als alles nou loopt zoals je zou willen lopen, waar zou je dan de komende jaren, zeg maar, verschetst dat pad is? Ja, nou, ik denk dat echt een pad is wat ik met de maand verandert. Want het is echt, dat is één ding wat ik wel heb geleerd van ondernemen. Je moet flexibel zijn. Want wat zou ik willen? Nou ja, ik had eigenlijk een maand geleden het idee van oké, we gaan een beetje misschien de Zimi wat meer uit handen geven. En dan gaan we zelf ons eigen kijken. Wat ik zou het ook nog leuk vinden om bijvoorbeeld bij een grotere corporate te werken of zoiets dergelijks, om dat ook te ervaren. Alleen nu zijn dus eigenlijk is alles weer heel anders. En nu zou ik het heel erg leuk vinden om te betrokken blijven bij Zimi en te laten zien van hoe zou bijvoorbeeld echt de grote markt, of misschien wel internationaal, ik te kijken van wat is er nog mogelijk om Zimi groot te brengen. En zou ik het superleuk vinden om met een grotere partner echt daadwerkelijk mensen te zien fietsen met een Zimi. Want die heb ik nu nog niet gezien. Dat is wel nog de kick die Swapfiets ooit heeft gehad. Dat in één keer heel Amsterdam met blauwe banden. Ja, dat lijkt me geweldig. Ja. Heb je resultaten? Nee, natuurlijk nog. Hè? Dat is natuurlijk ook cool als je straks oplagen gaat maken. Dat je kan zeggen na een jaar van wij hebben echt een bijdrage geleverd aan verkeersveiligheid. Nog niet. Lijkt me. Ja, ik kan me niet voorstellen dat zeg maar die lijn van de fietsen blijft nu een beetje van de fietsongelukken blijft hangen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook waar wij op in eerste instantie op geanticipeerd hebben. Van, je ziet dat heel erg in de auto branche, dat het allemaal super veilig en steeds beter wordt. En daar gaat echt de verkeersongelukken drastisch omlaag, wat super is. En eigenlijk is de fiets nagenoeg 100 jaar hetzelfde gebleven. Ja. En dus eigenlijk die verkeersongelukken, misschien zelfs wel een beetje een stijgende lijn erin. En dat zou natuurlijk geweldig zijn als je over 5 jaar terugkijkt en niet dat er een beetje
ofwel een stagnering, ofwel juist een dalende lijn in komt. Hoe hebben jullie het geconstrueerd, de onderneming, zeg maar? Hebben jullie een BV opgericht? Zijn jullie allebei, en daar zijn jullie allebei aandeelhouder in? Ja, we hebben een holding inderdaad met een hoofd BV en een werkmaatschappij. En dan altijd weer onze eigen BV. Oh. Ja, we dachten, als we één ding even goed moeten doen, dan is dat het. Hoe kwam je op dat? Wie heeft je dat gezegd? Nou, dat is het leuke. Want er zijn heel veel vraagstukken als je een start-up gaat beginnen. Hoe ga je dat nou aanpakken? En eigenlijk kan je veel dingetjes vanuit andere start-ups overnemen. Of in ieder geval, dan zoek je een beetje net van, oké, wie is het een beetje hetzelfde soort iets? En zodoende hebben we heel veel vraagstukken. Dus bijvoorbeeld van, hoe zet je je structuur op? Gewoon de vraag van, waarschijnlijk zijn er een hoop andere start-ups die, en met een advocaat of met een, weet ik veel wat, allemaal gezeten hebben. Mm-hmm. En dan kan je gewoon in één keer zo'n structuur overnemen. En we natuurlijk wel even ook zelf inderdaad even in gedoken. Maar zo kan je elkaar heel erg helpen met die start-up in die start-up wereld. Ja, er is heel veel kennis dat gedeeld wordt. Precies, ja. Wat is er zo leuk aan ondernemen? Ja, wat is er zo leuk? Nou, ik vind het geweldig dat je eigenlijk heel veel taken doet. Behalve dus nadat ik de ontwerper ben, sta ik inderdaad ook in de rol van de CEO. Maar ook als de back-office, als er iets moet worden gedaan, als er een pakketje niet aangekomen is. En ik vind het gewoon heel erg leuk om het flexibele te combineren met ook je eigen gang kunnen gaan. En iedere dag is anders. En dat vind ik geweldig. Je merkt gewoon heel snel resultaat van wat je aan het doen bent. Waar je in een grotere organisatie dat misschien met 6 anderen moet gecommuniceerd worden, kan je nu gewoon meteen gaan als je iets bedacht hebt. Dus dat vind ik heel geweldig. Echt hartstikke leuk. Morgen belt Van Movie op. En een van de gebroeders, Carlier, Taco Carlier, die belt jou op en die zegt, ik heb echt jou nodig. Ik heb een innovatieteam. En gezien wat jij gedaan hebt, vind ik jou echt geweldig wat je allemaal doet. Je krijgt echt een dik salaris. Want we willen waanzinnig gaan innoveren. Maar je moet wel volgende maand beginnen. Ja, dat zou ik niet doen. Nee? Nee, ja, het is nu zo'n spannende en leuke en leuke tijd wat ik die tegemoet ga. Want er gaan echt aankomende tijd heel veel spannende dingen gebeuren als het gaat om hoe we aankomend jaar gaan invullen. En ik zou dat voor geen goud willen missen. Nee. Goed, dan wens ik je er heel veel plezier mee. Dankjewel. En ik hou Zimi in de gaten. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, leuk. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal. En ik hoop dat het je geïnspireerd heeft, ook als je hebt zitten luisteren naar de podcast. Als dat zo is, abonneer je dan en volg ons op Spotify of het andere podcastkanaal waar je nu naar zit te luisteren. En zit je op YouTube nu te kijken en je wil nog meer verhalen zien, blijf hangen over een paar seconden 2 andere. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.